Jeroen heeft een prachtig telefoontje in zijn handen. Het is de Xperia Play en het moet de ultieme gamers telefoon zijn. Ik ben benieuwd of dat ook echt zo is. Jeroen, ik kan me nog herinneren op een vooruitblik van 2011 dat ik dit telefoontje enorm zag zitten. Maar ja, het zoiets van, nee, waarom niet? Dat doen wij met een NGP. Ik kan me er helemaal niets van herinneren. Wat ontzettend kut geworden is die PSP van. Het is waar, ik was erbij. Nee, oké, okay. je hebt gelijk. Ik bedoel, ik zag het niet zitten om te gaan gamen op een telefoon waar je al apparaten voor hebt, zoals een PSP en een DS. Want wat is dit? Dit is de Xperia Play en... Dit is een smartphone met actieknoppen. Dus het is waardoor eigenlijk... het gamen op een smartphone een stuk lekkerder wordt dan dat je gaat gamen op een smartphone met alleen maar een touchscreen waarbij je vingers over het scherm zitten. En het is van Sony, het is van Ericsson, het is een samenwerking tussen die twee en zij willen graag hiermee de ultieme gamerstelefoon. Ja, kijk, Sony en Ericsson maken natuurlijk al langer telefoons. En ze hebben de Xperia-lijn die ze hebben, zijn gewoon smartphones die op Android draaien en hele goede telefoons zijn. Alleen dit is hun eerste probeersel, om het zo maar te zeggen, om een slider te maken met daadwerkelijk actieknoppen. Omdat er toch wel, mensen hebben het iets van, er wordt steeds meer gegamed op mobieltjes. Dus waarom laten we niet gewoon actieknopjes erop gaan? Vind je het een telefoontje om mij op te scheppen, zoals bijvoorbeeld deze hier? Dit is een telefoon, vind ik. Nou, die heeft hoe iedereen, die eruit ziet, die heeft iedereen wel. Dat weet ik, maar het is één brok. Nee, qua design denk ik dat dat echt wel een stuk mooier is dan deze Xperia Play. Ja, hij is een beetje, hij voelt een beetje crappy aan, vind ik. Nou ja, dat is het ook. Het is allemaal... Het is plastic. Maar ik wel blij mee ben daartegen, is gewoon het grote scherm. Je hebt een groot scherm, dat is groter dan de 4. Klopt, even kijken hoor. Ja. Nee, dat is een stuk groot. Ja. En dan die slider natuurlijk, waardoor je gewoon games kunt spelen. En die knoppen, zijn die lekker, liggen die lekker in de hand? Je hebt aardig grote klauwen. Dus die knoppen zitten gewoon op de plekken waar je het verwacht. De actieknoppen zijn gewoon zoals we die van Sony kennen. Hè? Dus een driehoekje, vierkantje, rondje en X. Het enige waar ik niet zo blij mee ben, zijn die L en R knoppen aan de achterkant. Die zitten een beetje verstopt achter het scherm, waardoor je er moeilijk bij kan. En er zit ook nog een soort van... touch-analoge knuppels op. Klopt. Werkt dat? Nog niet alle games maken daar gebruik van. Dus het is één game die er wel gebruik van maakt en het werkt, maar het is niet optimaal. Komt er veel ondersteuning? Want de PSP Go was echt flater van hier tot met Tokyo. Tot nu toe zijn er dus Crash Bandicoot, PlayStation 1 titel zit erop. Daarnaast kun je Destruction Derby kun je bijvoorbeeld kopen. En nog een aantal titels. Yeah. Dat is dus gewoon echt PlayStation 1. Yeah. Maar het mooie hiervan is dat gewoon Android is een open platform. Dus je hebt heel veel emulatoren erop staan. Dus je kunt Super Nintendo Neo Geo Mega Drive. Dat soort dingen kun je ook gewoon erop zetten, waardoor je dus gewoon die games kunt spelen erop. En dan wordt het een soort van retro-apparaat waar je shit die we al vergeten zijn, nog een keer spelen. Maar ja, dat is wel wat iedereen er nu mee doet. Omdat juist het is een open apparaat. PlayStation-titels zijn nog niet beschikbaar, of althans niet genoeg beschikbaar. Heel veel smartphone-games zijn niet de moeite waard om op deze manier te gaan spelen. Ja. Angry Birds speel je liever met je touchscreen bijvoorbeeld. Ik word heel blij van smartphones. Ik bedoel, ik had hiervoor de Samsung Galaxy S, weet ik nog goed. Dat waren mooie tijden. Maar het ding is, je kunt er alles mee, maar het bellen is niet necessarily het beste de beste functie die er is. Is het in dit geval ook zo? Er zit natuurlijk gewoon heel veel functies op. Dit is een cameraatje, 500 megapixel camera. Het werkt goed. Het scherm is heel mooi en heel groot, alleen het is een beetje onderbelicht. Dus als je het bekijkt als smartphone zijnde, doet het wat hij moet doen. Yeah. Alleen er zijn wel betere alternatieven. Dus voor €500, want dat kost je ongeveer, en veel abonnementen is je al gratis. Voor €500, wat voor telefoon heb je? Een hele goede smartphone. Het is niet de beste smartphone in de rest, want er zijn betere dan dit. iPhone is bijvoorbeeld wel goed. Sony Ericsson heeft zelf al een aantal telefoons die een stuk beter zijn, een stuk krachtiger. Maar je krijgt gewoon een hele goede smartphone waar je op kunt gamen op een normale manier. Zonder dat je vingers voor het beeld gaan zitten. Plus, die emulator die je erop kunt laten draaien is ook al de moeite waard om te gebruiken. Maar is dat helemaal aan de zuivere kant, of die emulatoren? Het is niet helemaal aan de zuivere kant, maar het is een beetje een grijs gebied, zeg maar. En dat is goed. En maar goed, het is dus eigenlijk een beetje een retro console in je broekzak waar je mee kunt bellen. Mee kunt gamen, waar je alle applicaties mee kunt runnen. Je kunt je nieuws kun je checken, je kunt hem internetten, je kunt hem fotograferen. Het is gewoon een smartphone met heel goede gaming abilities.